Hey. Hoi en welkom bij het Spaarne Gasthuis Kids Vlog. Ik ben Indy. En ik ben Melis. Soms kan het zijn dat je een paar nachtjes in het ziekenhuis moet slapen. Dan kan het ook zijn dat je via een spoedeisende hulp binnenkomt. In deze vlog gaan we laten zien wat er gebeurt. Hoe ziet je kamer eruit? Wat voor mensen kom je tegen? Vandaag gaan we het voor je uitzoeken. Komen jullie mee? Zal ik jullie even laten zien wat je kamer is als je wordt opgenomen? Nou, we hebben hier een rode knop. Het is voor als je ons nodig hebt, dan kan je op de knop drukken. En dan komen we eraan en dan kan je vragen wat je wil. Misschien wil je wat drinken of er is iets met je. Dan kan je dat aan ons vragen. En bent u er dan altijd op? Nee, ik ben er niet altijd. In de middag is er iemand anders en in de nacht is er ook weer iemand anders. Dus dat wisselt heel erg. Dus je ziet steeds verschillende mensen. We komen ook regelmatig jullie temperatuur opmeten of je bloeddruk even meten, net wat nodig is. En verder heb je nog een televisie op de kamer met afstandsbediening, dus je kan zelf bepalen wat je wil zien. En dan kan je gewoon gebruik van maken. En als je, stel je voor je iPad meeneemt, heb je dan ook wifi? Ja, je hebt hier ook gratis wifi en daar kan je onbeperkt gebruik van maken, absoluut, ja. En is het ook mogelijk dat je vader of moeder hier blijft slapen? Ja, dan zie je die groene stoel. Ja. Dat is nu een stoel, maar daar kunnen we nog een slaapbank van maken. En dan kan of je vader of je moeder kan blijven slapen. Was het allemaal duidelijk? Ja. Ja? Oké, goed zo. Dan ga ik zo en dan komt er straks iemand langs met de etenskar. En dan kunnen jullie wat te eten uitzoeken. Oké. Ja. Dag. Doei. Hallo. Hoi. Gaan jullie mee wat eten uitzoeken? Ja. Hallo, hoi. Ik ben Margret en dit is onze wagen waar we mee lopen. We hebben allerlei lekkere dingen erop, van zoet en hartig beleg. Hier zit kaas en vleeswaren in of een lekker yoghurtje, kwarkje. Misschien zit er wat bij wat jullie lekker vinden of een lekker eitje hebben we nog. Hebben jullie ergens zin in? Vla en yoghurt hebben we ook met muesli erbij. Hebben jullie nog een vraag? Kun je hier ook sushi eten? Nee, sushi helaas niet. Maar s'avonds komen we met een andere kar, dat is de avondetenkar. En daar heb je meestal keuze uit 3 maaltijden. Soms hebben we ook patatjes met kipnuggets en vissticks. Dus er zit vast wel iets lekkers bij voor jullie. Willen jullie echt niks eten of drinken? Sinaasappelsap. Zullen we er ook een lekker ontbijtkoekje bij doen? Dan hebben jullie in ieder geval lekker wat even gegeten. Alsjeblieft. Dank u wel. Yo, goedemiddag. Hallo. Dag, ik ben dokter Bokma. Hoi, ik ben Melis. Hi, ik kom er even bij zitten. Want jullie wilden even weten hoe het is als je hier in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Als je een nachtje moet blijven slapen. Ja. Ja. Zal ik wat uitleggen over hoe het hier gaat? Hoe de dagelijkse gang van zaken dan is? Ja, ja. Want kijk, je ziet, ik heb hier 2 mensen bij me. En dat zijn co-assistenten. Die zijn nog in opleiding om dokter te gaan worden. Dus die zijn aan het studeren. En die lopen hier dan stage. En komt u wel eens vaker op een dag? Nou, als je hier in het ziekenhuis geslapen hebt, dan komen we meestal in de ochtend langs. Dat noemen wij dan visite lopen. Rare uitdrukking, maar zo heet dat in een ziekenhuis. En dan ben ik er niet alleen, maar dan heb ik die co-assistenten bij me. En meestal ook nog 1 of 2 verpleegkundigen. En soms ook nog wel een aantal andere dokters. Dus het is soms best wel een flink gezelschap wat langskomt. Ja. Dan komen we altijd eerst even aan jou vragen hoe het met je gaat. Of je lekker geslapen hebt, of dat je nog ergens last van hebt. En dan betrekken we ook je moeder of je vader bij als die er is. Ja. Nou, dan gaan wij weer een deur verder. Ja, oké, nou, tot ziens. Ja. Het beste. Klop, klop, goeiedag. Hoi. Hoi. Jullie zijn, als het goed is, Melis en Indy, toch? Ja. Ja. Nou, ik ben Anke en ik werk hier in het ziekenhuis als medisch pedagogisch zorgverlener. En wat dat eigenlijk betekent, je kan het ook een beetje aan zien. Geen dokter, geen verpleegkundige, maar dat ik meer de uitleg geef over als de arts een onderzoek wil doen. Ik kan een beetje met je kletsen over hoe het is om in het ziekenhuis te zijn. En ik kan er ook bij zijn als er onderzoeken gedaan moeten worden. Om je er een beetje doorheen te helpen of om je een beetje af te leiden. Dus dat is eigenlijk een groot deel van wat ik doe in het ziekenhuis. Ja. En is er hier ook leuke dingen te doen? Nou, dat is een goede vraag. Want daar ben ik ook een beetje van.
van de leuke dingen. Dus ik heb op de gang een PlayStation hoek. Daar kan je een beetje lekker gamen als je er zin in hebt. En ik heb aan de andere kant ook nog een speelkamer. Nou begrijp ik dat jullie niet met de Lego gaan spelen. Maar het is wel gezellig ook als je bezoek hebt. Hè? Want we hebben ook bezoekuren hier in het ziekenhuis. Dus als je wat vriendinnen of vrienden over deze kant op laat komen. Of familie. Dan kan je daar gezellig een spelletje doen. Of even gezellig kletsen. Dan ben je even van je kamer af. Ja. Dus loop anders met me mee. Dan laat ik dat ook even aan jullie zien. Ja, is goed. Hier is dus de speelkamer en hier kan je lekker gaan zitten. Het is een tafel met allemaal stoelen. En hier hebben we de kasten met allemaal spelletjes erin. Dus als je bezoek hebt of gewoon even zin hebt en wat afleiding, kan je lekker een spelletje pakken. En als je nou denkt, nou ik hoef niet hier te zitten, maar ik wil gewoon lekker naar mijn kamer, dan mag dat ook. Dus je mag ook alle spulletjes gewoon meenemen naar je kamer. Bedankt voor het kijken naar onze Spaarne Gasthuis Kids vlog. Vergeet natuurlijk ook niet om onze andere vlogs te kijken. Bye guys!